Danny Friedrichs en Nick Keisler voor meer Zoetermeer in het Podiumcafé van de Boerderij. En we hebben het programma van de Boerderij in het Stadstheater voor de komende weken nauwkeurig bekeken. En naar ons idee hebben we wat interessante optredens verzameld. Danny, Boerderij, zullen we mee beginnen? Ja, nou, het is... Er komen nogal wat interessante artiesten naar de Boerderij de komende maand. Ik zie het. Zondag 25 april. Jennifer Batten, wat kan je daarover zeggen? Nou, ze is een ex-gitariste van Michael Jackson. Michael Jackson natuurlijk afgelopen jaar heel veel in de belangstelling. En we hebben ook zijn nieuwe gitariste toegezien in die special. Nou, Jennifer Batten heeft 3 tours met hem in het verleden gedaan. En een geweldige, fantastische gitariste. Kom vooral kijken. Vrijdag 30 april, koning in de dag, David Rhodes. David Rhodes, ook een gitarist. We komen nogal vaak bekende gitaristen in de Boerderij. Is lang gitarist geweest bij Peter Gabriel en heeft ook sessiewerk gedaan met onder andere Paul McCartney en de Pretenders. Dus echt de moeite waard om te komen kijken. Prima. En dan zie ik zondag 2 mei UFO. Ja, dat is voor de... Oude hardrocker is het absoluut een must. Dr. Doctor, ooit ook een band waar Michael Schenker in heeft gezeten. Zit er nu niet meer in. Maar Phil Mook is natuurlijk de voorman van het eerste uur van UFO. En absoluut de moeite waard om te komen kijken. Nou, echt okay. Hardrocker. Dan had jij ook nog wat leuks ontdekt. Althans, dat hadden we samen ontdekt. Vrijdag 7 mei, Alan Price set. Ja, Alan Price, een van de oprichters van The Animals. House of... The Rising Sun onder andere. En voor de geïnteresseerden op YouTube staat een fantastische videoclip van I Put a Spell on You. Geweldige klassieker eigenlijk. En dat is echt een ontdekking. Je hebt hem van de week laten zien. Dat is inderdaad een heel indrukwekkend clipje. Dus dat kan je hier met een beetje mazzel in de Boerderij live gaan terugzien. Ja, ik ben met klassieke popsongs. Duidelijk. Dan zondag 9 mei Joan Osborne. Nou, super bekend natuurlijk van What If God. Hè? Ongelofelijke wereldhit. Ja. Maar ze blijft nog steeds vrolijk doorspelen. En komt met haar eigen band, zoals gezegd, zondag 9 mei hier naartoe. Dan dinsdag 11 mei Mike Stern. Nou, gitaarvirtuoos. Ik heb hem een paar keer hier gezien. En hij heeft ook nu weer een ongelofelijke band bij hem. Richard Bona, bas, Dave Weckel op drums. En ook een absolute aanrader die ik wil noemen is zondag 16 mei. Dan speelt George Duke hier met band. Ja, legendarisch keyboard. Hij heeft natuurlijk ook bij Frank Zappa gespeeld. En is een heel vernieuwende muzikant. En we zijn heel blij dat hij ook weer de Boerderij aan doet. Daar zijn we zeker blij om. Ik moet overigens zeggen dat zondag 16 mei ook de dag is dat we de opnames hebben hier voor het SOP, Zoetermeers Open Podium. En we hebben dan weer nieuwe gasten. We hebben de eerste opnames, het Zoetermeers Mannenkoor en Huub Blaise gehad. En we hopen de 16e weer leuke, interessante Zoetermeerse artiesten te kunnen begroeten hier in het Podiumcafé. En vanaf 11 uur is iedereen als publiek van harte welkom. Dat was de Boerderijagenda. Gaan we over naar de agenda van het Stadstheater. Om te beginnen... Donderdag of dinsdag. Ik moet echt naar de opticien. 27 april Kamergurka. Ja, dinsdag 27 april komt Kamergurka. Bekend als absurdist, zoals we dat noemen. Komt met zijn nieuw theaterprogramma. En er zit natuurlijk zang. Hij gaat ook wat schilderkunst. Alles eigenlijk in zijn show of zijn programma inzetten. Dus dat belooft een bijzondere voorstelling te worden. Woensdag 28 april, Hans Steven zingt. We kennen hem als cabaretier. Hè? Ongelofelijke goede shows. Super. Carrièrewending. Het gaat een selectie doen uit het Great American Songbook. Plus hij heeft natuurlijk pas geleden een eigen cd met eigen nummers uitgebracht. En in zijn band zitten de gitarist Jesse van Rullen en Benjamin Herman. Een optreden om echt naar uit te kijken van deze bijzondere Nederlandse cabaretier, talent, zanger. En de dag erna, donderdag 29 april, een theatervoorstelling. Een toneelvoorstelling moet ik eigenlijk zeggen. De tweeling, Tessa de Loo. Danny? Dat is een toneelversie die eigenlijk al 10 jaar geleden ook al grote successen beleefde. En op vele verzoek is hij nu weer in de theaters. Met... In de hoofdrol Weer Vinneke van Groningen en Yvonne van den Hurk.
En dan zaterdag 1 mei, oranje boven. Ik denk dat het ontzettend, ontzettend leuk wordt. Als ik de kop, om het zo oneerbiedig te zeggen, van John van Eert zie, dan belooft dat lachen, gieren, brullen te worden. Het is een hilarische komedie die zich afspeelt in de personeelsvertrekken van het Koninklijk Paleis. En dat belooft ook een bijzonder hilarische avond te worden. Ja. Nou, dat is in ieder geval voor de mensen die zin hebben om te lachen. Want dezelfde avond speelt in het Stadstheater, maar dan in de kleine zaal, Kim en Bent. Kim is de naam van de zangeres. En volgens mij is ze kort geleden op zeer jonge leeftijd een interessant platendebuut gemaakt. Ja, ze als 14-jarige heeft ze een album met covers van Ella Fitzgerald gemaakt. En er zijn mensen echt van achterover gevallen van dit talent. Ze is nu 16 jaar en komt met haar band een concert verzorgen. Prima. Eens even kijken, Danny. Had jij nog verder schokkende dingen? Ik zag Mark-Marie Huijbrechts. Ja, we kennen hem natuurlijk met of zonder toupet als sidekick van Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. Maar hij is natuurlijk ook cabaretier en trekt volle zalen. Zoals overduidelijk hier ook 2 avonden achter elkaar. Zaterdag 8 en zondag 9 mei in het Stadstheater. 2 avonden Mark-Marie Huijbrechts, maar dat is dus uitverkocht. Even kijken, dan zie ik verder nog de Amazing Stroopwafels. 15 mei. Lijkt me hartstikke leuk, leuk om dat live te meemaken. Sarah Kroos, dinsdag 18 mei. Nou, dat even voor wat betreft de Stadstheateragenda. En dat was het voor nu. Danny Friedrichs, Nick Keisler voor Meer Zoetermeer. Kijk dus ook op meerzoetermeer.nl of op de site van de boerderij of het Stadstheater. Tot zover de groeten.